de enige met dat idee hoor. Ik weet dat nee, bijvoorbeeld iemand niet. als uh, John van heel uh, daar al heel lang uh, mee bezig is uh, met dat hele idee. Um, maar wat je ziet is dat men vooral bezig is met advies en niet met coaching. Mm -hmm. um, en advies, um, ja, dat dat is. Um, ja, als ik als ik heel eerlijk ben, is dat gewoon wat je moeder je vroeger al vertelde, maar dan gratis. Ja. Ja. Uh, dus wij moeten een paar stappen verder. En, en de vraag is: hoe dan? Mm -hmm. uh, mensen willen doelen bereiken. Maar dat doel is niet altijd shapen, ze willen ook niet altijd um, duidelijk zijn over dat doel, omdat sommige mensen het gewoon gênant vinden. Dus waarom zijn er gewoon niet bepaalde thema's en doelen? En maak daar veel meer een integraal programma voor um, en daar zit wat educatie bij, mm -hmm. uiteraard. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen uh, daadwerkelijk iets gaan doen buiten de gym. Ja. En daar zie ik dus heel vaak dat daar onvoldoende over nagedacht wordt. Dus je kunt een groepstraining uh, organiseren waarbij je inderdaad uh, huiswerkopdrachten hebt. Misschien moet je daar een heel ander woord voor kiezen omdat sommigen daarover al beginnen te stijgeren. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. en, uh, en, en die kun je bespreken. En je kunt ook... Um, de, wat interessant is, is dat de groep zelf content levert. Dus als iemand zei, voor wie was het makkelijk? Voor wie was het moeilijk? Dus je komt bij elkaar. Oké, okay, wat heb jij gedaan uh, waardoor het makkelijk werd? Wat heb jij gedaan? Als je dat soort van kunt faciliteren... Heb je een soort van collectieve kennis die gaat ontstaan in zo'n groep waarbij ze elkaar helpen. Um, en op dat moment um, kun je dat ook uh, beter volhouden, omdat je hetzelfde doormaakt. Dus eigenlijk zeg je, want uh, in fitnessland kennen we natuurlijk small group personal training, maar eigenlijk zeg je ook small group leefstijladvies, bijvoorbeeld. Ja, zeker sessies. Interessant. Ja. Maar dan gebouwd rondom. Um, Rondom thema's. Thema's en doelen. Ja. En dat betekent dat je een idee moet hebben. Want mensen willen gewoon doelen. Dus gewoon een reden om uit bed te komen. En ik snap dat heel veel mensen die al vijf jaar een personal trainer hebben. die hebben geen doelen. Die zeggen gewoon: luister, als ik geen PT er heb. dan doe ik niks. Mm -hmm. Ja. Um, en toch zien wij dat we daar uh, leuke dingen mee kunnen doen. En een daarvan is bijvoorbeeld dat we met. Um, uh, mensen uiteindelijk altijd werken aan een simpele obstacle run of een, uh, of een ander soort van doel. Uh, en dan zie je toch dat er meer energie ontstaat. Meer ja, wilskracht. Uh, want, uh, wilskracht, maar ook gewoon motivatie. Want mensen vinden het, kijk, als mensen geen doel hebben, dan gaan ze gewoon allerlei redenen verzinnen. En dan zitten ze verhaaltjes op te hangen die uiteindelijk nergens toe leiden. Uh, maar daarmee houden ze zichzelf een soort van uh, koest. Uh, terwijl dus, we weten dat mensen dat al doen. En als mensen dat doen, waarom gebruik je dan diezelfde neiging die mensen al hebben, niet voor iets wat transfer heeft naar het echte leven? Mm. Uh, en dat is een beetje hoe wij naar dit soort zaken kijken. Mensen hebben een natuur. Uh, je kunt iets doen in strijd met de natuur of je kunt iets doen. Met de natuur van die mens. Ja. En op het moment dat je daar gebruik van maakt, dan wordt gedrag, gewenst gedrag makkelijker als je de creatieve vertaling kunt maken. Interessant. Ja. Um, wat ik ook heel interessant vond, wat jij een keer eerder hebt gezegd, is dat retentie volgens jou de basis is voor succesvolle leefsteltrajecten. Correct, ja. Nou, dat is iets waar we natuurlijk al uh, 30, 40 jaar, weet ik veel, al van voor mijn tijd uh, al mee bezig waren. Um, is dat we een groot deel uh, sponsoren hebben in, in de fitnesscentra. Dus Absoluut. die komen nooit. Uh, toen is het idee ontstaan natuurlijk dat groepslessen daar een bijdrage aan leveren. En dat is ook zo. Uh, maar als we echt heel eerlijk zijn, is het nog steeds marginaal. Mm -hmm. ja? En de vraag is natuurlijk: waarom komen mensen en waarom komen mensen. Niet. En alles dat heeft te maken met uh, betrokkenheid. Niet alleen maar uh, met, je, met je eigen doelen. Maar betrokkenheid met de omgeving. Wij zijn sociale dieren. Uh, en daarmee bedoel ik niet dat het gezellig moet zijn. Maar wij vergissen ons heel vaak in de invloed... de mate van invloed die de omgeving op ons heeft... En ik heb daar altijd zo'n heel onschuldig voorbeeld over... van nou, pak een foto van jezelf twintig jaar geleden. Kijk naar je kapsel. En dan denk je, ja, dat vond ik destijds echt <laughs> een goed idee. <laughs> ja, maar dat komt ook omdat de hele omgeving dat een goed idee vond. Dus wij worden zo ontzettend beïnvloed door de omgeving. Dat betekent dat, je, dat we altijd op zoek gaan naar groepen waar we bij passen... Um, en wij zijn best wel flexibel erin. Dus we gaan op een gegeven moment de identiteit. Uh, deels ontlenen aan de groepen waar we ons in bevinden. En dat is uitstekend. We hebben ook een werkidentiteit. en we hebben ook. Uh, nou ja, een hobbyidentiteit. Klopt nou, dat dan nog wel in samenleving met het idee van een autonoom leven? Zeker. Omdat autonoom niet uh, hetzelfde is als individualistisch. Oké, okay, ja. autonoom betekent vrijwillig. Als ik besluit om mijn, de rest van mijn leven een groep te dienen, met hele moeilijke dingen en uh, misschien dingen die helemaal niet, niet, niet leuk zijn, dan is het nog steeds autonoom omdat het vrijwillig is, maar het is zeker niet individualistisch. Dus uh, als je weet dat mensen automatisch identiteit gaan ontlenen aan de groepen en de cirkels waar ze zich in bevinden, de vraag is, uh, waarom speel je daar niet op in? Ja. En je ziet het ook, er is altijd een grapje over crossfitters en veganisten en enzovoorts. Ja, het, nou, misschien dat het twee minuten duurt, maar dan weet je dat ze crossfit doen of ze zijn veganist of whatever. Um, Deel van hun identiteit ook. Ja. Mm -hmm. ja, en dat is kenmerkend aan wat men noemt passie. Passie is niet alleen iets leuk vinden, maar kenmerkend aan passie is uiteindelijk dat je deels je identiteit eraan ontleent. Um, dus dat zijn allemaal zaken die, die we willen. We willen een identiteit. En daarom uh, kun je dat proberen te verschaffen. En wat je dus ziet, is dat het al heel vaak begint bij een gym, is dat ze niet duidelijk hebben wat hun identiteit is. Um, en, uh, maar ze zijn wel heel erg bezig met hun imago. Ja. Um, en, dat, en wat je ziet is een lege huls, want het is gewoon niet echt. En dat is een probleem als het gaat om retentie, want mensen zijn natuurlijk niet dom. Dus die hebben al heel snel door dat het alleen maar buitenkant is. Nou, de vraag is natuurlijk, heb je een idee wat de identiteit is? Nou, we hebben altijd het idee, dat doe je als team samen enzovoort. Uh, dan ga je dat bepalen en waarden enzovoort. Nou, er is best veel onderzoek naar gedaan, dat werkt gewoon niet. Um, er is een eigenaar of er is een directeur en die heeft gewoon invloed. En die bepaalt uiteindelijk de identiteit. Want wat je ziet is als je met z'n allen als team uh, dat probeert te verzinnen, dan komt er een verwaterd compromis uit waar niemand zich meer in herkent. Maar het is wel allemaal een soort van politiek correct. Uh, ja. Daar raakt helemaal niemand opgewonden van. Dus dat werkt niet. Uh, terwijl als iemand... Een, een eigenaar van een bedrijf, uh, van, van een fitnesscentrum, zegt: Nou, oké, okay, dit zijn mijn waarden. Dit is ja, of ik er wel of niet over nadenk. Dit is hoe ik handel. En dit is wat ik belangrijk vind. En dan kom je bij authenticiteit. En dan zie je dat authenticiteit automatisch leidt tot consistentie. En het is pas als je consistent bent dat mensen je gaan herkennen. Dus. Um, dat is één. Dus je begint met je eigen identiteit en daar handel je naar en dan communiceer je er pas over. Uh, de vraag natuurlijk is, ja, ben ik dan bang dat ik klanten kwijt ga raken? Zeker. Uh, maar als je nep bent, raak je ook klanten kwijt. Mm -hmm. Wij vinden het volstrekt normaal dat er een soort van doorspoelmechanisme is. Er komen er zoveel binnen en er zijn er zoveel uit. Wat heb je net al overgehouden? Dat gebeurt al. Ja? Um, dus als het al gebeurt, waarom neem je dan niet de moeite om te zeggen, uh, nu bepaal ik de richting. Het is mijn bedrijf. Uh, of ik dan aangesteld directeur ben of eigenaar, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Uh, en ik wil dat dingen, dat we voorspelbaar zijn in de zin dat ze weten waar ze ja tegen zeggen. En dan ga je ook de mensen erbij krijgen die uh, daar voldoende van herkennen om daar hun identiteit van te maken. Nou, het tweede deel heeft alles te maken met uh, binding. Mensen willen binding. Uh, vandaar ook dat ze op een gegeven moment die identiteit eraan ontlenen. Maar de, de vraag is: wat doe je aan binding vanuit het personeel? Kun Kun je het personeel op een manier opleiden. dat ze beter begrijpen wie de klant is en waar ze voor staan. en wat ze moeilijk vinden en wat ze niet moeilijk vinden. Uh, wij maken enorm onderscheid tussen. nou ja, je hebt gewoon fitness trainers die geven cookie cutter uh, programma's. Mm -hmm. en je hebt de personal trainer en daar wordt het persoonlijk. Ja. ja? Uh, die, die standaard programma's allemaal fantastisch, maar uiteindelijk zullen we moeten kijken of we. Daar verder in kunnen. Dus alleen al tijdens de intake vragen uh, hoe gaat dit transfer hebben op je leven, zonder dat iemand komt voor personal training, geeft al aan dat je veel meer interesse hebt in de cliënt zelf. Ja. ja? En hetzelfde geldt voor de identiteit. Als de identiteit van je organisatie bekend is, ga je ook zien dat mensen dat je trainers daar of weggaan. Of ze gaan uh, daar gewoon bij passen. En dan heb je dus je eigen niche gevonden. En een identiteit. En mensen die bij je komen, hebben die identiteit ook. En dat zorgt voor retentie. Ja, want eigenlijk is het ook zo van... als je mensen niet aan je club kan binden, hoe wil je ze dan helpen? Zeker, ja. Ehm... Um, net als dat je je dat rare kapsel wil aannemen. Ja, precies, <laughs> ja. precies.